Dag Jorren, welkom. De beurs hebben er een paar moeilijke maanden op zitten en ook de holdings, klassiek toch de goede huisvader aandelen, hebben in de klappen gedeeld. Het equity research team van de Grof Peterkamp waar jij deel van uitmaakt heeft een analyse gemaakt, heeft de prestaties van de holdings onder de loep genomen. Ik stel voor dat we dat vandaag eens bespreken. Maar om te beginnen nog eens herinneren, waarom zijn holdings zo interessant voor beleggers? Wij zijn inderdaad fan van holdings en dat omwille van vier argumenten. En het eerste argument is dat Holdings vaak familiebedrijven zijn, zij hebben dus een lange termijn visie en laten zich niet afleiden door volatiliteit op de korte termijn. Een tweede argument is dat holdings vaak een zeer uitgebreid netwerk hebben aan partners waar wij als gewone beleggers geen toegang tot hebben. Ik denk dan aan een Sofina die samenwerkt met de meest bekende venture capital spelers zoals bijvoorbeeld een Sequoia Capital in Amerika. Een derde argument is de diversificatie. We krijgen enorm veel diversificatie aan de hand van holdings. Vaak is een portefeuille bestaande uit een vijftigtal participaties en dat aan een zeer lage kost. Uh, ze zijn dus zeer kostenefficiënt en kunnen concurreren met passieve ETF's. Je krijgt dus met andere woorden toegang tot actief beheer voor de prijs van passief beheer. En Het vierde en laatste argument, en misschien het meest belangrijke argument, is dat holdings ook zeer goed presteren op de lange termijn. Over de laatste tien jaar konden beleggers rekenen op een rendement van meer dan 12% per jaar. Ja, die prestaties die staan nu uiteraard onder druk omwille van het beursklimaat. Jullie hebben de cijfers eens tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat de meeste holdings tegen een korting noteren. En zelfs dat de gemiddelde discount op het hoogste niveau zit sinds 2013. Wat is de verklaring daarvoor? Inderdaad, de gemiddelde discount bedraagt nu meer dan 27%. Dat is het hoogste niveau sinds 2013 en ook een pak hoger dan het lange termijn gemiddelde. Sommige partijen dragen dat toe aan de algemene beursmalijzen, maar als we terugkijken in de tijd, dan zien we dat dat patroon niet altijd standhoudt. In de plaats daarvan eh, dragen wij de hogere discounts toe aan de stevige correcties in private equity en venture capital. Eh, bedrijven zoals een Sofina, Brede Rode, Euraseo, hebben eigenlijk hun premie ten opzichte van intrinsieke waarde zien veranderen in een discount over de voorbije twee jaar. Als we dan kijken naar meer industriële holdings zoals een Compagnie du Bois Sauvage of een Wendel zien we dat, hij, dat die eigenlijk een zeer stabiele discount tonen. Je sprak daarnet al over venture capital en over private equity. 2021 was voor die sectoren echt een recordjaar. Wat is de impact daarvan voor dit jaar en misschien zelfs voor volgend jaar? 2021 was inderdaad een topjaar, maar ook een zeer gevaarlijk jaar. Als we kijken naar het aantal transacties was dat bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2020. En ook als we kijken naar de prijs die betaald werd waren dat toch wel zeer dure deals. Men was bereid om 20 keer de omzet te betalen, wat eigenlijk een verdubbeling was ten opzichte van vorig jaar. 2022 is een compleet verschillend jaar, waarbij de beurzen 20 tot 30 procent dalen. En dus verwachten we toch wel enkele stevige afboekingen in die opkomst zijn. Private equity heeft het dus niet makkelijk dit jaar, maar toch zien we dat KKR en Carlyle bijvoorbeeld nog heel stevige resultaten hebben kunnen boeken in de eerste jaarhelft. Hoe is dat dan te verklaren? In ons rapport leggen wij drie trucjes uit die de private equity spelers kunnen gebruiken om de impact van lagere beurzen op hun portefeuille zo lang mogelijk uit te stellen. Een eerste trucje is om de investering zo lang mogelijk aan de originele kostprijs in de boeken te houden. Dat gebeurt meestal voor de eerste twaalf maanden. En dat wil dus zeggen dat alle transacties die vorig jaar in november zijn gebeurd nog steeds aan de originele kostprijs in de boeken staan. Het zijn natuurlijk ook die transacties waar we de grootste afboekingen bij verwachten. Een tweede trucje is om de waardering van de laatste financieringsronde in de boeken zo lang mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan het Zweedse. Klarna, dat vorig jaar een financieringsronde had met een waardering van 45 miljard dollar en ook zo in de boeken stond. Men had dat bedrijf aan die waardering in de boeken kunnen houden, mocht men geen nieuwe ronde hebben gedaan. Helaas moest Klarna een nieuwe financieringsronde doen, ditmaal aan een waardering van 6 miljard dollar, wat toch wel een enorme afboeking was. Het derde trucje is dat men uh, het bedrijf aan zichzelf verkoopt en dit gebeurt via zogenaamde continuation funds. Dit is eigenlijk een fonds waarbij een private equity speler gewoon een nieuw fonds aanmaakt en daarmee activa koopt uit een voorgaand oud fonds. En dat geeft natuurlijk het voordeel aan het oude fonds dat men geen afboekingen hoeft te doen. Zo'n trucjes kan men 12 tot 18 maanden gebruiken. En dat zorgt er ook voor dat we eigenlijk pas een impact verwachten in 2023 of zelfs het begin van 2024. Door de recente correcties zijn er duidelijk een aantal holdings die ook afgestraft zijn. Holdings met echt nog wel een potentieel voor de toekomst. Wie zijn jullie favorieten en waarom? Als we drie namen naar voren mogen schuiven, denken we aan Dieteren, Sofina en Investor AB. Bij Dieteren denken we natuurlijk aan de zeer sterke prestaties van Belron, maar denken we ook aan de twee meest recente acquisities TVH Parts en PHE die ook beginnen bij te dragen aan de resultaten. Wat betreft Sofina vinden we dat de markt de portefeuille te zwaar heeft afgestraft. Ook al als we kijken naar ons eigen model, hebben we bijvoorbeeld Byjuice, wat toch wel het grootste bedrijf in de portefeuille was, volledig op nul gezet. En zelfs ondanks deze grote correctie komen wij nog steeds uit op een intrinsieke waarde van 215 euro per aandeel, wat toch wel een stuk boven de huidige koers is. Tot slot hebben we het Zweedse Investor AB, wat volgens ons de beste manier is voor investeerders om een blootstelling te krijgen aan Scandinavische bedrijven van hoge kwaliteit. En waarin participeert Investor AB dan zoal? Investor AB is voornamelijk gekend aan zeer grote industriële bedrijven uit Scandinavische landen. Denk daarvoor aan een Atlas Copco, een ABB, maar ook een EQT, waar zij zelfs een van de oprichters van waren. Jor van Auken, dankjewel voor jouw toelichting. Graag gedaan.